ook de enige plek in de wijk waarin je je hond los kan laten. En ja, je wordt gewoon weggebeld. Dus tring tring, ga eens aan de kant, doe je hond aan de lijn, hallo, maak die hond dus vast. De hond los laten lopen in Oosterhout is niet zonder gevaar. Het voetpad wordt namelijk veel gebruikt door fietsers. Nou, het is eigenlijk schering en inslag. We staan hier gewoon op de onheilsplek, zeg maar. Het is eigenlijk een losloopgebied voor honden. Een voetgangerszone. Een park, een heel leuk park, waar je met je hond kan lopen. Aangewezen door de gemeente als plek waar je dus met je hond los kan lopen. Maar het wordt eigenlijk ook gebruikt door alle fietsers. Volgens René houden de fietsers geen rekening met loslopende honden. Weet je, en ik ben zelf ook fietser en ik fiets ook wel eens zo die kant op. Alleen het is gewoon jammer dat fietsers daar geen rekening mee houden. In Nijmegen wordt natuurlijk alles aangelegd voor fietsers. Dat vind ik op zich ook helemaal prima. Hè? Ik bedoel, lekker gezond en lekker in de buitenlucht op de fiets. Is heel goed voor je. Alleen ja, fietsers houden gewoon geen rekening met je. Het is gewoon een voetgangersgebied. Je mag je hond hier loslaten. Dat is ook de enige plek in de wijk waarin je je hond los kan laten. En ja, je wordt gewoon weggebeld. Dus tring tring, ga eens aan de kant. Doe je hond aan de lijn. Hallo, maak die hond dus vast. Dat soort opmerkingen krijg je. En als je dan heel vriendelijk zegt van ja jongens, dit is een voetgangersgebied. Of in ieder geval een voetpad. Dan zeggen ze, dat is niet waar, wij mogen hier fietsen. Ja, dus dan, die discussie ga je gewoon niet meer aan. Niet zo vreemd dus, dat het af en toe ook echt fout gaat. Nou, er worden geregeld honden aangereden. Het is zelfs zo erg dat je gewoon niet meer met je hond hier gaat. Of je laat je hond hier niet meer loslopen. Ik heb al een paar keer de gemeente gevraagd van, joh, maak het duidelijk zichtbaar. Door middel van een bord. Nou, daar staat een voetgangersbord. Er staat een paaltje voor losloopgebied. Nou, je ziet het, hè? Constant. Er staat een bordje voor losloopgebied. Maar ja, that's it. Dus mensen weten het denk ik ook wel. Het is natuurlijk ook makkelijk. Het is de kortste route richting de stad. Of richting je school of je werk. Maar het blijft een voetpad. De gemeente is inmiddels op de hoogte van het probleem en zal het gesprek aangaan met Peters.